Ja, en kampioenschap kunnen jullie niet meer ontgaan, toch? Nou, nooit verloren dit seizoen? Nee, we hebben dit seizoen nooit verloren. Nee, de laatste wedstrijd is leuk, hè? Dat was promotie en was Feyenoord. En hallo, daar jongen, zien elkaar. Die blijven maar komen, die felicitaties vandaag. Ja, maar gewoon van Feyenoord, hè. En dat is gewoon top van de club. Feyenoord is een prachtige club. En ook als ze verliezen, zijn ze gewoon heel reëel. En ondanks dat ze in een moeilijke fase zitten, hè. Dus grote complimenten daarvoor. Maar ja, voor ons leuk. Leuk. Rustig gezegd, hè? Heel goed, heel goed. Bonuspunten. En hebben we goed gedaan. Een paar keer gezwijnd, hè. Vooral met 11 tegen 10 en 11 tegen 9. Dan is het heel apart. Het is altijd lastig. En daar hadden we mee te maken. De bal binnenkant paal. Ja, daarna moet je het ook beter uitspelen. En dan kan je, dan, ja, 2-0 is goed genoeg, hoor. Maar daar hadden we wat beter moeten doen. Hoe laat was je vanochtend wakker? Oh, lekker uren. We 6:30. En normaal ben ik nog eerder. Ik moest even met het hondje eruit. Je bent gewoon uitgeslapen? Ja, was ik wel uitgeslapen. Dan begin ik wel te denken aan de wedstrijd. Maar ik kan altijd wel goed slapen. Alleen vannacht, komende nacht, kan ik me niet slapen. Of nog winnen of verliezen, dan kan ik niet slapen. Wat ga je dan doen? De hele dag op de bank zitten? Ja, ga ik weer op de bank zitten. Wat denken. Ga ik er even weer af. Ga ik weer even op bed liggen. Mijn vrouw wordt helemaal gek van me. Maar dan kan ik niet slapen.